In 101 vragen? Als ik feedback krijg, word ik nerveus en ga ik me verdedigen. Hoe komt dat? Wel, weet dat dat volkomen normaal is. In onze hersenen zit een bepaalde zone die hypergevoelig is voor feedback. Onze hersenen registreren dit als een bedreiging, bijna een fysieke bedreiging. En dus reageren we kritisch, reageren we zenuwachtig. Maar weet natuurlijk, wie zenuwachtig reageert, maakt de anderen ook zenuwachtig. En dikwijls eindigen in feedbackgesprekken zo in wel eens niet eens discussies. En dan ben je ernaast, want van feedback willen we iets leren. Van feedback kan je iets opsteken, van feedback word je beter. En dat is fantastisch. Eigenlijk zou je best wel dankbaar moeten zijn voor de feedback die je krijgt.